Yo beste kijkers van de Cool Nico Channel, vandaag weer een nieuwe video. En vandaag ga ik weer een nieuwe start maken, eigenlijk met City Skylines. Natuurlijk, de oude serie is niet afgelopen, maar ze gaan zo meteen een klein beetje door elkaar heen werken. Zoals jullie kunnen zien is dit het nieuwe gebied waar we in zitten. En wij gaan hier dus eigenlijk wat dingetjes bouwen. Waarom ga ik hier even een nieuwe start maken? Dat is omdat een aantal van mijn leden hebben pas geleden City Skylines gekocht. Maar ze begrepen er niet heel veel van. Dus ik had zoiets van, nou weet je, we gaan de start maken. En natuurlijk, je begint als start eigenlijk hier heel makkelijk. Je maakt een nieuwe weg. Nou. Ik ga dat dus nu doen. We gaan hier een weg maken. Ik wil eigenlijk wel deze weg gewoon meteen laten... Weet je wat ik eigenlijk even doe? Ik maak hier één centrale weg. Zo. Van hier naar daar. Trouwens niet wat het kost. Ja, het kost wel veel geld. Maar ja, we doen het er even mee. En dan sluiten we hem erop aan. En dan sluiten we hem erop aan. En dan vervolgens doen we hetzelfde hiermee. En daarmee. Dat betekent in principe... Oh, deze mogen trouwens één richtingsverkeer wegen worden. Dat er wegen al op kunnen. Oh. Dit gaat helemaal verkeerd. Even kijken. We moeten hem even opnieuw doen hoor. Vanuit daar. Nee. Het ging niet helemaal zo volgens planning. Vanuit daar moet hij daar naartoe. Vanuit hier moet hij dan weer daar naartoe. Dan sluiten ze tenminste op elkaar aan. Dat is heel belangrijk. Want als ze niet op elkaar aansluiten, dan heb je er ook helemaal niks aan. En dan moet deze moet daar naartoe. En van deze uit daar naartoe. Tadaa. Oké, mooi. Dit is gefixt. Vervolgens gaan we natuurlijk even een stad aanleggen. Heel belangrijk. Wat hebben we nodig voor een stad? Sowieso hebben we nodig water. Nou, die water die pompen we natuurlijk naar binnen. Nou, dat doen wij als volgt om hier ergens... het neer te zetten. Oh, het begint te sneeuwen in mijn stad. Lekker. Of is er geen sneeuw? Wat? Als je dit doet is het sneeuw. Doe je dit niet is het geen sneeuw. Wat? Dat is raar. Sneeuw. Toch op een of andere manier is dat zo. Lol. Of kan ik dat hier ergens neerzetten of zo? Volgens mij kan ik dat helemaal nergens instellen. Maar ja, maakt helemaal niks uit. Het ziet wel leuk uit, want doe je dit, dan ligt er in één keer sneeuw overal. Maar ja, we hebben stroom nodig, ook heel belangrijk. Ja, ik moest heel even nadenken wat we allemaal nodig hebben. En dan koppelen we... Ja, wat gaan we nu als eerste doen? Ja, eigenlijk is het heel belangrijk om alvast een kleine route neer te leggen voor de wegen. Nou, wat ga ik dus doen? Ik ga hier eventjes kijken. Dat doen we hier zo. Maak ik één weg? Of hebben we al rotondes? Ach, we hebben ook al rotondes, joh. Als we hier zo een rotonde neerleggen, zou wel heel chill zijn eigenlijk. Je moet op die plek komen. Even kijken. Dan halen we dit weg. En dan leggen we hier een hele scheve rotonde neer, wou ik zeggen. Ik kom eigenlijk iets rechter. Nou, dat is ongeveer recht. Niet slecht voor een rotonde. En dan doen we deze daarop aansluiten. Het wordt hier natuurlijk wel heel even heel druk, maar dat maakt me helemaal niks uit. Het is natuurlijk maar voor het begin. En dan gaan wij hier zo... Een weg, heel eventjes een noodweg neerleggen. Zodat we in ieder geval alvast inwoners kunnen krijgen. De noodwegen die mogen voor mij gewoon heel lelijk recht zijn, zoals jullie kunnen zien. Dit is echt gewoon een rechte weg. Rechter dan dit kun je het eigenlijk niet maken, denk ik. En dan pakken we vervolgens de waterleidingen. En die sluiten we eventjes hier langs deze hele mooie weg aan. Zoals jullie kunnen zien, pakt hij meteen het hele gebied mee. Daarom doe ik dit ook even op zo'n manier. Nou, vervolgens hebben we natuurlijk stroom nodig. En die stroom, die schakelen we dan natuurlijk vanuit hier dadelijk aan op het gebied. Dan doen we dat zo heel even. En dan hebben we natuurlijk nodig in het begin huizen. Nou, we gaan de buitenkant gaan we leuke huisjes neerzetten. Aan de binnenkant zetten we winkels neer. Kijk, dit gaat lekker snel. Daarnaast moeten we daar ook even gaan kijken of we al ergens iets van industriegebied kunnen maken. Kijk, dan leggen we hier zo winkels neer. En dan hebben we hier nog een klein gebiedje over. En dan zetten we nog wat huisjes neer. Tadaa! Kijk, de eerste inwoners die komen er nu al aan. Dat is al heel belangrijk. Daar ben ik namelijk ook al heel blij mee. Nou, vervolgens maak ik hier even een aftakking.
Want we hebben natuurlijk ook te maken met een stuk industriegebied. Die hebben we sowieso nodig. Dus dat stukje industriegebied, dat maken we eigenlijk altijd een beetje aan de buitenkant van de stad. Dat betekent, laten we zeggen, dat we het industriegebied zo hier maken. Laten we even heel globaal even kijken. Maken we hier dit stukje zo industriegebied. Kan nog één weg tussen. Doe niet moeilijk hier. En dan doen we eventjes kijken. Pakken we deze erbij. En dan gummen we hem even helemaal vol. Dit wordt industriegebied. Ik zeg niet dat het voor altijd industriegebied blijft. Want dat zou vast en zeker niet zo zijn. Maar voor nu is het heel eventjes industriegebied. En dit wil ik weg en leeg houden. Nou, wat doen we? We leggen hier natuurlijk ook even waterleidingen aan. Doen we heel snel zo. 1, 2. Denk eraan dat echt alles helemaal onder moet staan. Hè? Het moet echt helemaal blauw zijn. Is het niet blauw, dan heb je niet overal genoeg water. Dus dat is een van de hele belangrijke dingen. Oh, ik vergeet één ding. Ik vergeet de riolering neer te leggen. Die moeten we natuurlijk ook neerleggen. Dan laten we hem in dit geval er gewoon even naast leggen. Dat kan wel heel goed. En omdat we toch hier aan het industrieterrein zitten, bouwen we hier nog een extra pomp erbij. En dan doen we die even aankoppelen hierop. Ik denk dat we nu wel een klein stroomprobleem hebben. Want stroom aanleggen gaat een beetje duurder worden. En dit gaan we nooit redden. Ja, hoe gaan we dit fixen? Want hier komen al de eerste industriële gebieden. Zoals jullie kunnen zien. Nou weet je, we zetten even de tijd op snel. Natuurlijk in het begin kun je dat altijd doen. Jullie zien, er komt een hele mooie stad al meteen. Ik wil deze stad een beetje klein houden. Ik wil het gewoon leuk, gezellig houden. In het begin wordt het heel erg recht. Dadelijk vervolgens gaat dat natuurlijk veranderen. We hebben op dit moment wel inkomsten die omlaag gaan. Maar dat is niet heel erg. We gaan dadelijk vast zeker ook weer inkomsten krijgen die omhoog gaan. Dit is nu heel eventjes zo. Dat is heel vaak even zo'n piek dat je even heel slecht gaat. Maar hun gaan zo meteen wel weer genoeg dingen krijgen. Zoals jullie kunnen zien, deze weg die helpt heel goed. Mensen kunnen hier heel makkelijk naar binnen stromen en naar buiten. We leggen daar natuurlijk vervolgens nog een hele mooie autosnelweg aan. Maar dat heeft heel eventjes werk nodig en tijd nodig. Want we willen natuurlijk daar uiteindelijk deze. Maar die krijgen pas als er 2400 inwoners in onze stad zitten. Nu komen er natuurlijk... Dan ging mijn stem een beetje heel erg raar klinken. Maar er komen we natuurlijk steeds meer inwoners bij. En in het begin gaat dat even langzaam. En daarna gaat dat in één keer heel snel. Maar zoals jullie kunnen zien, genoeg winkelcentrums. Woningen die willen ze eigenlijk wel graag meer hebben. Maar we hebben hier nog een heel stuk grond waar mensen kunnen gaan wonen. Dus ze mogen even niet klagen voor mij. We kunnen natuurlijk eventueel nog wel een... Ja, kan ik trouwens niet. Nee. We moeten echt eerst inkomsten hebben. Kunnen we al lenen? Nee, we kunnen ook nog niet lenen. Wauw. Dit gaat al meteen eigenlijk de hele slechte kant op. Ik ben altijd zo goed in bouwen. Dat ik gewoon altijd eerst de min in ga. En daarna pas de plus in. Maar als het zo door blijft gaan... Dan gaat het helemaal niet meer goed komen. We hebben 400. Ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee. Wij gaan zeggen dat... Even kijken. Dat we wat minder willen betalen aan het water. Wat minder aan de stroom willen betalen. Dat betekent dat we daar, als het goed is, zo meteen een forse daling in moeten krijgen. En er komen ook meteen heel veel inwoners bij. Maar het betekent wel dat we, als het goed is, meer inkomsten hebben dadelijk. Kijk, zie je? Dit gaat omhoog. Dit is positief. Dat betekent dat we daar hoogstwaarschijnlijk gewoon een windmolen kunnen bouwen. Want wat kost die? Hij kost mij 6000. Oeh. Ja, die hebben we niet op 1, 2, 3. We hebben natuurlijk wel nodig om dit gebied te laten draaien. Dus we moeten even... Oh, we moeten toch wel op meer stroom gaan draaien. Want het stroomnetwerk kan er niet aan. Oké, nice. We hebben weer geld gekregen. Dat betekent dat alles nu kan worden opgelost. Heel snel een windmolen hier neerzetten. Die zetten we hier zo neer. En dan vervolgens trekken we een... Ah ja, hun hebben stroom, mooi. Hun hebben nog geen water, of hebben we wel water? Wel, hun hebben wel water, maar ik heb alles natuurlijk omlaag gezet. Zetten we alles op 100% werkend, 100% kracht aan. En deze, die zet ik ook weer op 100%. Dat betekent dat alles nu weer draait. En dat betekent dat we nu in één keer inkomsten gaan krijgen, let maar op. Here we go, laat maar zien. Kijk, dat gaat nu van 53, 92, 93, 98 en nu zijn we binnen. Nu kunnen we zo heel, ja, eigenlijk gewoon heel langzaam de stad gaan opbouwen en upgraden. Zoals jullie kunnen zien komen hier meer dan genoeg inwoners. Dat betekent eigenlijk dat ik hier nog een lijn eigenlijk bij kan leggen.
Dat is dus ook op dit moment mijn bedoeling. Ik ga hier zo'n lijntje neerleggen, zoals je het kunt zien. Die gaan we dan vervolgens aansluiten weer op deze lijn. En dat betekent in principe dat ik hier dan weer een weg neerleg. Dat is gewoon de normale weg. En die weg die leggen we weer precies zo neer, zodat iedereen ervan kan gaan genieten. Kijk, die leggen we zo neer. Gewoon even helemaal recht doen we hem. En dan vervolgens doen we dit. Nou, daar komen woningen. Want ja, woningen die zijn erg... die wilt iedereen blijkbaar in één keer hebben hier. Iedereen wilt hier komen te wonen. Ik weet niet wat hier zo mooi aan deze stad is. Maar op een of andere manier, iedereen wilt hier wonen. Nou, dat is natuurlijk voor mij wel heel chill om te zien. Maar het is alleen voor bepaalde dingen iets minder chill. Maar ja, hier zo zie je al dat ze mensen te weinig stroom hebben. Dus we moeten even gaan kijken hoe we dit probleem gaan oppakken. Hier hebben we genoeg stroom, hier niet. Dus we moeten hier sowieso nog windmolen krijgen. Maar dan moeten we eerst even wat meer geld krijgen. Dat is ook één ding wat zeker is. We kunnen één keer even geld lenen alvast. Nou, laten we dat even eerst doen. En dan betekent dat we hier sowieso nog een windmolen erbij kunnen bouwen. Kijk, windmolen erbij. En laten we zeggen dat we nog eentje voor de safety erbij zetten. Oh, damn. We hebben hier een afvalprobleem. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Maar die kost 4... Ja, hier kunnen we er één neerzetten. Laat hem daar bouwen dan. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Het moet allemaal netjes zijn. En kijk, zo groeit eigenlijk de stad heel snel, heel makkelijk. En ja, zo moet je eigenlijk van alles nog wat gaan bouwen. Zo hebben we nog een ziekenhuis nodig. Nou, die gaan we nu neerzetten. Die zetten we hier zo neer. Op de hoek. En zo hebben we nog een brandweerkazerne. Die zetten we hier neer. En zo hebben we nog een politiebureau, maar die kunnen we helaas nog niet neerzetten. De rest staat er al, zoals jullie kunnen zien. We hebben eigenlijk binnen nu 11 minuten een hele mooie grote stad kunnen bouwen. En dat was natuurlijk ook jullie vraag van, nou, hoe snel kun je nu eigenlijk een stad bouwen? En hoe snel kun je eigenlijk gaan upgraden? En hoe zorg je ervoor dat je niet in de min gaat? Nou, eigenlijk is dit de manier. Natuurlijk ga ik nu wel iets in de min. Dat heeft nog met een paar dingen te maken. Er zijn best wel wat dure dingen die er al staan. Maar uiteindelijk moet het eigenlijk gaan oplopen tot de plus. Het heeft even tijd nodig, want we hebben heel veel zieke mensen op dit moment. Dus op het moment dat eigenlijk iedereen beter is, dan gaat het alleen maar omhoog. Want we hebben op dit moment wel 945 inwoners. 950, ja, het gaat een beetje up en down, zeg. Dus, het gaat erom spannen, hoor. Ik zou niet weten of ik meteen een goede start heb gemaakt. Ik wou eigenlijk een hele snelle start maken. En waarschijnlijk gaat deze snelle start ook wel helpen. Maar je weet het never nooit eigenlijk of het goed genoeg is. Wat ik natuurlijk wel kan doen is ter aankleding. Ah nee, een parkje kan ik trouwens ook niet betalen. Die zijn me net iets te duur. Dat zijn allemaal van die hele kleine vervelende dingen die je eigenlijk wel nodig hebt. Maar wat kost een parkje aanleggen? Huh? Wacht even, kijk ik nu verkeerd? Ja, want dan moet ik minimaal 1400 mensen hebben in mijn stad voordat ik een park kan aanleggen. Dus ze moeten heel even wachten. Ik wil eigenlijk echt een parkje gaan aanleggen, maar ik moet even geld hebben. Oh, op dit moment gaat het omlaag. Min 5. Plus 4. Oeh, het gaat erom spannen. En het geld gaat alleen maar echt omlaag. Dat is wel echt heel erg vervelend. Ja, en school kan ik al niet meer bouwen. Die zijn mij te duur. Damn. Nou, dit was eigenlijk een hele slechte start van mijn... van een spel. Maar ja. Af en toe heb je dat. Ik begin heel vaak te groot. Zoals jullie nu ook weer kunnen zien, ben ik waarschijnlijk te groot begonnen. En dan ga je dit krijgen. Wat ik natuurlijk wel kan doen, is de taxes omhoog gooien. Oh, wacht. Ik kan trouwens wel geld pakken. En dat betekent dat we even vooruit kunnen. En dat wij heel toevallig een school kunnen neerzetten. Heel veel mensen vroegen om een school hier. Nou, dan kunnen ze een school krijgen. En laten we er hier eentje neerzetten, een school. Dan zijn die mensen ook weer een stukje blijer. En laten we er hier eentje neerzetten. Dan zijn ze sowieso al een stuk blijer omdat er een school staat. Verder hebben ze natuurlijk een politiebureau nodig. Die staat er nu ook. En eigenlijk moest die hier ook er eentje komen te staan. Maar ja. Kijk, en nu begint het pas te kloppen. Ja, er zijn nog wel heel veel mensen ziek. Ja, daar kan ik eigenlijk heel weinig aan doen, denk ik. Ja, ik zou eventueel nog... Ja, natuurlijk worden mensen ziek. Ik snap het al helemaal. Wij pompen dat smerig water gewoon rechtstreeks in de schone leidingen. Nou, dat is niet zo slim natuurlijk.
Laten we dus even anders aanpakken. Kijk, nu worden de mensen meteen een stuk minder snel ziek. Want nu is het water trouwens ook niet meer rood. Zoals jullie kunnen zien. Dit gaat meteen helpen. En zoals jullie kunnen zien gaan de inwoners zo meteen waarschijnlijk omhoog. En laten we hopen dat het ook inderdaad allemaal heeft geholpen. Want ik zou het echt niet meer anders weten. We gaan dan natuurlijk voor een... Waarom is iedereen zo ziek? Echt, iedereen is ziek. Maar we hebben wel genoeg... Ik snap daar helemaal niks meer van. Maar ja, maakt helemaal niks uit. Wij gaan heel even het budget omhoog zetten en dan zou het wel goed wezen. Of we gaan de huizenprijs iets omhoog gooien. Naar 11. Deze naar 11. Die naar 10. En je ziet trouwens dan ook dat er echt, ja, dan willen mensen er wel bij en ze willen er niet bij. En je ziet nu dat er heel langzamerhand mensen wel weer iets beter aan het worden zijn. Dus het wordt een hele moeilijke. Wij gaan natuurlijk proberen om deze stad nog gewoon te redden. Maar dat is natuurlijk voor de volgende keer iets om op te pakken. Kijk, dit staat hier allemaal in de hands. Niet zo chill eigenlijk, maar ja. Ik kan er niks anders van maken dan dat we het heel langzaam moeten gaan opbouwen. En misschien dat ik wel weer gewoon veel te snel ging. Dat kan natuurlijk ook. Maar wees niet bang. Ik heb alle vertrouwen erin dat dit helemaal nog gaat goedkomen. Hoe? Dat gaan we vanzelf bekijken. Dat weet ik nu ook nog niet. Maar er is vast en zeker wel ergens een oplossing voor. Voor nu zou ik zeggen allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan hopelijk tot de volgende keer.